Hey, leuk dat je hier bent. Vandaag gaan we iets speciaals doen. Vandaag een keer normale video, niks geks. Vandaag gaan we sushi maken. Dat kan ik niet zelf, alleen daarom heb ik Tien meegenomen. De augurkenman, de frikadellen eten, de... De living legend. De living legend. Nou, we gaan dus vandaag geen nasi maken, sushi. Wat hebben we daarvoor nodig, Tien? Daarvoor hebben we verschillende ingrediënten. De rijst. De normale rijst? Nee, kijk, de sushi chef rijst. Sushi rijst. Geen reclame. Maar goed, we hebben een matje. Dat heb ik ook. En nori. Zeewier. Zeewier. Gedroogd. Geroosterd bedoel ik. Nou, dan moeten we eerst denk ik even, als ik het goed bedenk, de rijst wassen en koken. We zien jullie zo. Wat hebben we nodig, Tien? Ja, dat weet ik niet, dat vraagt hij jou. Hoeveel rolletjes gaan we maken? 4, 5? In één rol ongeveer 60, 70 gram. Ja, going to weeg de rijst. Hoeveel gaan we maken? 10 rollen? Sure. Waarschijnlijk is dat veel te veel, 10, maar... Hoeveel gram is dat? Dus 250. Maar er komt nog water bij natuurlijk. Dat is echt... Veel? Gewoon, ik denk dat 250 wel genoeg is. Dat is, dat zijn 3 rollen, hè? Oeh, nou dan, dat zet toch allemaal uit? Of is dat van tevoren, hoeveel rauw rijst je moet hebben? Nee, ja jongen. Goeie koek. Ja jongen, nog een keer 250 dan. Goeie. Doe gewoon, ja precies, ja. Een keer 250, dan hebben we precies de helft. Welke helft? De helft van het pak. Ik vind het helemaal mooi. Wat gaan we? Wat krijgen we? Heel veel rijst. Ja. Weet je, in is goed voor de effecten toch? En heel veel sushi. Weet je, kijk eens. Rijst. Zo ziet rijst eruit. Ja! Deze bakken zijn er niet geschikt voor, maar rijst mag niet kapot gaan. Het is bijna gewassen. Jij zei, als het witte water weg is, het zetmeel, dan is het Gucci. Maar dat was het niet. Ah. Bijna, bijna. Lekker. Echte kok, even proeven. Ja. We hebben de rijst gewassen. Dat is 500 gram rijst, 750 gram water. Bijna perfect. Maar yo. Oké, perfect. Alsof hij op het werk het ook zo nauwkeurig doet. Gewoon elke keer nee. Het is nu al best. Ja. Deksel op de pan. En breng het aan de kook. Rijst moet je toch blijven roeren? Nee. Als het eenmaal kookt. Oké, okay, we moeten op zoek naar huisartsfolie, hoor ik net, want de professional had het meegenomen, hè? Dus je moet alles naar huis hebben. Dit is folie en ik heb het in mijn huishouden. Karen. Je moet ook Karen. En wat ga je nu doen, sushi meester Tien? Oh, sensei. Meowa. Shindoo. We gaan even folie erop doen. Zodat hij niet al te vies wordt. Ja. Dus nou wordt het matje niet vies? Precies. En blijft het ook niet al te veel plakken aan het matje. Want huishoudfolie plakt niet. Ja, eigenlijk wel. Oh, jij ziet dat altijd op TikTok. Op de TikTok? Ja, dan gaan ze ook sushi maken. Dus of op de gram. Ja, making lunch for my husband. En dan geeft ze een dikke avondmaaltijd. Of voor haar buur, als ze wel niet is. Deze gaan we niet zo kapot. Hoppa. Ja, dit is een beetje kut gegaan, maar het moet toch dubbel. Je moet het dubbel doen, namelijk. Oh, teamwork makes the dream work. Exact de moeder doen. Ga je eens? Niks van uit. Maakt niet uit. Paniek. Nee. Oké,
Mira, je blokkeert de kat. Kotblok. Potjeblok. Hé, hey, dat is niet hygiënisch met eten, Mila. Katten aanraken. Is dat een roddy? Bajo. Enge watje. Ja, roddy. Shee. Tja, dan zitten we koffie weer te drinken, maar ik bedenk me net iets. De rijst. Neemt u ook zijn tijd, hè? Oké. Zacht vuur. Eens kijken of het kookt, hè? Kookt het? Hij, ja. Ja, het kookt. Vuur zacht, minimaal. 15 C'en. Hey, je toe. 15 minutes later. Nou, Tien, hoe gaat het met de rijst? 15 minuten gekookt, nog iets minder. Water is weg van de bodem. Ja, dus Klein beetje aankoeken hoort erbij dat het water weg is, maar dan is het wel goed gaan. Precies. Niet overgaan. De rijst is in ieder geval nog heel. Dat is belangrijk. Scherp stellen. Oh, te scherp gesteld. Precies. Nou, dan moet je even proeven. Heet. Nou. Smaakt naar rijst. Dat is plakkerige rijst. Ja, nou dat moet niet. Oh. Dus het moet eventjes koud worden. Ja. Want sowieso met warme rijst kan je geen sushi maken. Nee, 10 minuten later staan zij het pakje. Ja, nou dan. De rijst is eindelijk compleet afgekoeld. We hebben de rijst klaarstaan. Matje, snijplankje, mes. Een beetje water. Nu maken we het mes nog een beetje nat. Dat moet schijnbaar. Waar moet dat, Jan? Met de rijst dan zijn we het mes gaan plakken. En dat mag niet omdat? Omdat. Ja, dan wordt het fysiek. Ondertussen zit ik de frikandel en visstick te bakken. Die mogen 4 minuutjes in het mooie vet, in de vetvijver. Ik zou wel graag mijn best willen doen, maar ik laat jou gewoon carryen. Even kijken hoe we deze openmaken. Met je handen. Oké, we gaan nu met de eerste sushi van de video beginnen. We hebben net even getest, even geproefd, keken we om het anders. We hebben geen azijn gedaan, achteraf was het beter geweest. We hebben ook een met frikandel speciaal gemaakt voor TikTok. We gaan hier in de video nog een maken, maar net iets andere. Maar check ook zeker TikTok. Linkje staat in de beschrijving. Was wel lekker. Zoiets ongeveer. Mila is expert. We hebben hier de frikandel door de midden gedaan. Dat het anders niet goed dicht wil. Ja, daarom moet je dus een beetje water. Want anders heb je wat? Als je te veel plakken kan je niet goed maken. Drama? Zo? Drama? Ja, hierop plakken. Maar erop. En dan verspreiden. Wat een dikke bal met rijst. Dit is Mila haar eerste sushi. Hij helpt me gewoon. Ja, draaien. Hoppa! Okay. Maar nu heb je een randje aan de onderkant, hè? Wat? Je hebt dan. Wat dat? Je hebt hem zo geflipt, hè? Ja. Maar je moet hem zo. Van de zijkant. Ik ben verbaasd. Ja, oh, dat, omdat dan deze kant steekt het rijst uit of zo? Ja, je moet gewoon aan één kant een beetje rijst uitsteken. Ja, jij zei aan de zijkant. Ja. Kant. Dan moet je ook zeggen aan één kant. Ja, maar. En dan moet je ook gewoon beter helpen naast mij komen staan. Want jij. Ik voel spanning in de relatie. Ik zoek wel een andere sushi meester. Gewoon op werk of zo. Prima. Frikandel. Die ken ik wel. Zo ja. Soja? Nee. Soja. Die hebben we niet. In het midden? Ja. Oké. Okay. En dan? Dan ga je vouwen. Rollen. Intens. Ik weet niet hoe moet. Kun je me gewoon even hierna komen staan en helpen? Kun je heel veel gaan. Ja, hoe moeilijk is het? Mila, kun je even doen alsof je boos bent? Kijk, je houdt hem hier een beetje vast, zodat hij niet beweegt. En dan zorg je. En nu? Kijk, moet je even kijken, zo zit hij dan. En dan rol je hem een klein beetje door. Doe je een beetje zo. Een beetje strak vast komt daar. Dus zit hij zo. En dan rol je nog een stukje door. En dan hou je hem zo vast. Hier is aan de onderkant. En bovenop een beetje. Wat een techniek, jongen. Dan kijk je even, dan is hij redelijk. Redelijk, niet tevreden. Hij is nooit tevreden. Hij wil gewoon net als in een sushi-keuken, maar dat hebben wij hier gewoon niet. Dus maar de test-sushi zag er best wel mooi uit. Ja, dat is prima. Ja, dit is gewoon net als bij Brete, zulke komkommer sushi toch? Ja. Sushi. Sushi. Oké, okay, en. Saus.
waarom heb ik dit zo'n kut? Dit moet even. Ja. Hop, hop. Ja, maar jij wou het doen en je zegt ja, ik weet het wel. Nee, je moet sneller bewegen. Ja, maar dat is al misgegaan, dus ik doe er gewoon even wat bij. Mayonaise met rijst. Ja, mayonaise met rijst. Yeah. Mayonaise. Ze doen toch wel vaker mayonaise? Ja, mayonaise is een hele goede basissaus. Moet het toch helemaal overheen? Hoe doe je helemaal? Zoals ik heb gedaan. Of nee. Juist niet. Ja, zo is prima. Spoel. Ja, je mag, maar kijk, je kan wel iets verder. Maar niet uit. Oké. En nu die uitje. Even snij alsof je een emo bent. Sneller, sneller! Tien, hoe tevreden ben je met de sushi vandaag? Dit is 1 en dit is 0. Kun je mij gewoon even helpen? ik kap ermee. Fijn hoor. Ik kan zeggen wat je wil, maar het is wel succesvol. Kut. Dit is een voorbeeld van hoe je moet snijden. Ja, jij kon het ook gewoon even snijden. Maar volgens mij moet je het eerst snijden en dan de zout, want anders kan je niet snijden. Zo niet. Zo niet. Zie je hem wel advies geven hoe dit werkt, hè? Ja, dat doet hij niet. Je pakt een stukje spul. Ja, dat is de eerste stap. Natte handen. Ja. Volgende keer doen we handschoentjes aan. Goed druk, alsof ik de pot zit. Wat voor ga je nu maken? Gewoon zo'n maki? Ik ga de visstick met cheddarkaas maken en een beetje sambal saus, zo'n klein beetje pit. Maar maak je zeg maar deze maki? Ja, die zoals komkommerbrut. Oké. Okay. Deze en is ook komkom, hè? Ja. Dan moet je ook minder rijst. Ja. Kijk, dan moet je... Oh, nu ineens wel advies geven. Bij mij niet. Dacht al. Ik kon dan het uitzoeken en toen kwam er dit. Dat hij nog dicht kan. Dat hij nog dicht kan, ja. En je hebt nu te veel rijst. Dat denk ik niet. Dan pak ik zo even. Niet één, maar twee. Die gaan hierin. Die leggen we. Die leggen niet halverwege, maar we leggen hem iets voor de helft. Nee, we leggen hem wel. Die leggen hem halverwege van de rijst. Toch? Doe maar gewoon wat jij denkt dat goed is, Simon. Oeh, dit matje is wel. Je moet even de andere kant. Waarom had je niet eerst dat matje neergelegd? Kijk, hij heeft wel heel mooi op het matje. Iets verder op die kant op. Ik weet heel goed hoe dat moet. Ik kan niet meer, ik kan het zo niet meer. Jen, ik heb mogelijk je advies nodig. De lul? Dat dacht ik dus even niet. Terugdraaien, Simon. Zie je dit? Kom op, daar moet je helpen. Dit is precies wat... Dit is zielig voor Simon. Nee. Dit is precies wat ik... Is dit nog te redden? Ja, dit kan nog. Oké, dan gaan we het redden. Dan doen we net zoals ik het deed. Dit ben ik aan het rollen, internet. Dit ben ik. Dit zijn mijn magische handen. We hebben misschien een stuk visstick. Ik heb vier handen, Simon. Je hebt in de midden gesneden. Ja. Ik kan het visstick. Dit ben ik allemaal bedacht. Ja, dat is niet helemaal meer mooi geworden, maar... Kijk hoe mooi ik dit heb gedaan. En denk jij, is die nu af? Nee, want dan zijn nog de kaas en de sambal vergeten. Gewoon een lekker royaal laagje sambal. Beetje pit, daar hou ik van. Dit is sambal badjak. Eigenlijk kun je bij die maki sushi nooit aan de buitenkant. Bij deze wel. Dit is sambal badjak. Dat is gewoon sambal oelek voor een groot gedeelte. Dat gebakken is samen met ui, knoflook en een beetje suiker. En dat is echt heel lekker hiermee, denk ik. Dat is een mooi royaal laagje. Weet je wat een laagje dit is? Een laagje met smaak. Een laagje met glorie. Een prachtlaagje. En denk je, zijn we nog niet klaar? Nee. Maar nu komt het mooie product. Cheddarkaas. Moet je die niet smelten? Ja, nee, maar we zijn niet klaar, Mila. We zijn niet klaar. Ik ben te snel. Weet je wat? Nog een hele plakje. Zeg een sloeper, zo kunnen we ons veroorloven. Hele plakje erop. Dit was jouw idee, Tien, het zo gaan doen. Dan pak ik een mooie brander erbij.
Die gaat echt heel langzaam. Goeie brand. En dan zo meteen spoor je hem in later. 1 hour later. Wat mag ik het gewoon gooien? Nee man. Ach, dit wordt erger en erger. Ik kap me mee. Shine in. Oh, ja, we moeten nog de ananasversie maken voor de video. Dan ben ik tevreden. Oh ja. We gaan eerst een weekend wel speciaal bakken, denk ik. Goed of niet? Ja. Ik ga over mijn nek. Ik heb slechte pannetjes gezien. We hebben kommetest, we hebben frikandel ding, we hebben visstick ding en we gaan nu nog de laatste van de dag doen, een nennes. We konden nog meer doen, maar wat een werk is dit? Mila, ben je er klaar mee? Hoe laat waren jullie hier om sushi te maken? 9 uur. Oké, okay, time to rond af, kus IF, I am klaar met sushi maken. Me too, I am moe. Nou, het laatste sushi is bijna klaar. Ja. Oh, deze moest vierkant worden, was ook zo. Moet heel veel knippen, anders wordt het echt net niks op pap. Maak je maar geen zorgen. Oh, je jam erop, hè? Ja, klik, mag je allemaal jam. Voor de ervaring. Dit is zijn werk, hè, pap? Nee, hoor. Dit was zijn werk. Ja, dat is beter voor... Leuk, de sushi, jongen. Maar nu is sowieso of leuk, ook al zag hij er mooi uit, nu hebben we allemaal shit in. Nee, ananas. Ik wil zo snel mogelijk naar huis, dus oké, daar gaan we dan. Met de NNS beginnen. Proost. Ananas en jam. Dat is lekker. Dat is lekker verbeteren. Visstuk, kaas, sambal. Dat is lekker. Ja, een beetje fit. Sambal maken. Ja. Nou, dit kan je toch niet serieus nemen? Dat is in de laatste, de frikandel. Ik heb hem de middags genomen, want er zit een beetje vol. En dat valt een beetje uit elkaar. Ja, het valt een beetje uit elkaar. Oh. Ja. Godverdamme, man. Ik hoef keur. Kirk. Nou, helemaal top. Helemaal top. Vond je dit dan leuk? Dan heb je echt een slechte smaak. Tot de volgende keer. Joejoe.